Het wordt de komende tijd stressen voor ruim 200.000 examenleerlingen. Vandaag zijn de examens weer begonnen. De eerste examens zijn Nederlands, Economie en Natuur en Scheikunde. Op de deur van het kabinet van de koning is een hakenkruis geschilderd. Nadat het is ontdekt, werd het afgedekt. Het is nog onduidelijk wie het hakenkruis heeft geschilderd en waarom. Er zijn vorig jaar iets meer dan 6.000 hennepkwekerijen opgerold. Dat zijn er 50 meer dan het jaar ervoor. In de regio Rotterdam werden bijna 20% meer kwekerijen gevonden. De Nederlandse ambassadeur die vorige week gewond raakte bij een helikopterongeluk in Pakistan is onderweg naar Nederland. Bij de crash kwamen 7 mensen om het leven. Nederland en Marokko gaan samen een internationaal netwerk tegen terrorisme leiden. Het gaat om het Global Counter Terrorism Forum, dat als doel heeft de aanpak van terrorisme te versterken en te stroomlijnen.